Vandaag is het 8 juli 2016. Welkom bij Game News en mijn naam is Chris. Ja, en daar zijn we natuurlijk. Ja, weer een keertje met het Game News natuurlijk. Ja, ik normaal gesproken minimaal één keer per week ga ik het uploaden, maar ik dacht bij mezelf, nou ja, er is zoveel nieuws. Ik kan het makkelijk nog een keertje even uploaden. Dus vandaar dat wij natuurlijk op vrijdag gewoon een extra aflevering hebben. En ik heb heel veel weer nieuwtjes. Allereerst wil ik trouwens wel iedereen bedanken voor het liken van vorige keer. Ja, het is natuurlijk een nieuwe serie. Dus ja, hier en daar moet ik nog wat dingen veranderen. Zoals de setup en zo. En ja, ik weet niet of jullie dit een goede setup vinden. Of jullie zeggen, nou weet je, het is misschien mooier als je achter een soort van bureau zit of zo, weet ik veel. Dan moet je het even achterlaten bij de comments, want ik kan alles nog aanpassen natuurlijk. Hè. We zijn pas in het begin van deze gloednieuwe serie, die hopelijk heel lang gaat draaien hier op mijn kanaal. Dus ja, laat het gewoon even lekker achter bij de comments. En dan gaan we over gewoon naar het nieuws. Ja, het eerste nieuwtje is Pokémon Go. Ja, sinds afgelopen week kan je dat spelen op je Android mobiel. Moet ik eerlijk zeggen dat het officieel nog niet in Nederland beschikbaar is. Maar via zou je het in ieder geval kunnen spelen. Maar ja, het is in ieder geval ja, echt wereldnieuws. Want ja, zelfs het aandeel Nintendo is vanmorgen ontzettend omhoog gegaan. Bijna 10%. En je moet voorstellen, dat is ja, op een bedrag van een marktwaarde van 20 miljard. Is het ja, 2 miljard meer waard geworden eigenlijk, het bedrijf. Ongelooflijk. Pokémon Go, je kan het dus spelen op je Android mobiel. Is eigenlijk de bedoeling met Pokémon Go om ja, Pokémons te gaan zoeken in je buurt. En nou het was zelfs het zo erg dat in Australië kon je een bepaalde Pokémon vinden in een politiebureau. En ja, daar word je dus geweerd omdat ze, ja, je mag natuurlijk niet zomaar een politiebureau inlopen, zeg maar gewoon kantoren. Dus ja, gekkenhuis gewoon. Pokémon Go. Ik weet niet of jullie het al spelen. Laat het eens achter bij de comments. Want ik moet je eerlijk zeggen dat ik zelf niet van de Pokémon ben. Ja, ik heb er totaal geen, zeg maar helemaal niks mee gewoon eigenlijk. Dus ja, ik ben benieuwd naar jullie bevindingen. Zo, een tweede nieuwtje van vandaag. Ja, is dat er een Bioshock collectie komt. En die komt op, ik moet even spieken, op 16 september komt hij in ieder geval naar de next gen consoles. En ook op de PC kan je hem krijgen. En dat bevat eigenlijk, ja, Bioshock. Ja. 1, 2 en Bioshock 3, ofwel Bioshock Infinite. En ik heb ze alle drie gespeeld. Ik moet je wel eerst zeggen dat ik persoonlijk het eerste deel echt het allerbeste vond. Maar in ieder geval super tof dat deze game naar de next gen komt. Ik denk een goede stap van 2K Games. En ja, het zal ongetwijfeld wel weer veel meer gespeeld worden natuurlijk. Volgende nieuwtje. Resident Evil 7. Alweer deel nummer 7 van de beroemde zombie serie natuurlijk. Hè, waarbij ook al ongetwijfeld ja, al heel veel films zijn gemaakt. Ik geloof dat er al een stuk of 5 films van gemaakt zijn. Ik heb er een paar van gezien overigens. Maar ja, we gaan weer zombies killen in Resident Evil. Ja, afgelopen week is er een demo van uitgekomen. En die is al na een paar dagen 2 miljoen keer gedownload op de PlayStation 4. Ongelooflijk, 2 miljoen keer. En er wordt natuurlijk heel veel van verwacht. En ja, je kan hem altijd nog even downloaden natuurlijk in de PlayStation Store. Ik moet even spieken, 24 januari volgend jaar natuurlijk, 2017, komt de game dan definitief uit. Dat is in ieder geval de voorlopige datum, hè. Het kan natuurlijk nog een beetje veranderen. Maar ik ben er in ieder geval wel benieuwd naar, want ik vind het altijd wel leuk om zombies te killen eigenlijk. En ik vind dan, als ik persoonlijk een game mag ja, zeggen, vind ik de Resident Evil de leukste serie ervan, zeg maar qua zombies killen. Het volgende nieuwtje betreft voetbalnieuws, want Pro Evolution Soccer 2017 komt uit op 15 september van dit jaar. En ja, 2 weken eerder werd gemeld dan FIFA 17. Dat zal natuurlijk ongetwijfeld een strategisch doel hebben natuurlijk. Hè? Want ja, volgens mij is het wel zo dat FIFA wordt in ieder geval meer verkocht dan PES. En ja, het zal ongetwijfeld daarmee te maken hebben natuurlijk dat ze ja, iets eerder willen op de markt brengen, zodat ja, hun game meer verkocht wordt. Ik denk in ieder geval dat het slim is van Konami. Konami is natuurlijk de maker van PES. En ja, FIFA wordt natuurlijk gemaakt door EA. Dus ja, ik denk dat het gewoon in ieder geval slim is om dat een paar weken uit elkaar te hebben. Het is overigens al een paar jaar het geval dat het gebeurt.
FIFA 2017 zal voor het eerst een storyline mode bevatten. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben er een beetje sceptisch over, want ik denk dat het niets is eigenlijk, niet leuk is. Misschien gewoon iets extra's en zo. We gaan het gewoon zien. Ik ben meer van het online gamen, het offline gamen. En ik hoop in ieder geval dat ze in ieder geval FIFA 2017 wat sneller maken dan FIFA 2016. FIFA 2016 is op zich heel erg leuk om te spelen, vind ik echt. Alleen, ik vind het een beetje te traag vergeleken bijvoorbeeld met FIFA 2015. Hij is meer simulatie geworden en zo. Ik hoop dat ze in ieder geval teruggaan naar de stijl van FIFA 2015. Ja, en dan hebben we nog heel veel Rockstar nieuws. Want Rockstar komt vandaag, deze vrijdag, dus 8 juli, uit met Red Dead Redemption, maar dan backwards compatible op de One. En ja, backwards compatible is natuurlijk best wel een beetje een hype aan het worden. Want ja, gewoon veel goede games die op de last gen consoles zijn uitgekomen, komen dus nu naar de current gen. Want ja, we noemen het tegenwoordig current gen. Half jaar geleden konden we nog zeggen next gen, maar tegenwoordig moet je gewoon eigenlijk current gen zeggen. Dat is natuurlijk de Xbox One. En ja, Red Dead Redemption komt vandaag uit. En schijnbaar zijn de verkopen ervan al 4000% gestegen. En ik heb zelf de game ook, volgens mij heb ik de game ook. Ik heb het er niet veel gespeeld. Het is natuurlijk echt Rockstar, een Rockstar game. Dus een beetje GTA-stijl zit er wel altijd in, vind ik zelf. En laat weten of je hem hebt natuurlijk en of je hem ook gaat spelen natuurlijk. En daarnaast, GTA komt volgende week met een grote update. Voor namelijk dat je speciale races kan doen. Ik moet even spieken op mijn lijstje. Dat heet dan Cunning Stunts, zoals dat heet. En die komen dus vanuit vanaf 12 juli. En ik probeer even wat beelden. Tenminste, ik zal een link in de beschrijving zetten naar allerlei demo's ervan. En dan zie je al die beelden ervan. Wat voor soort races je allemaal kan maken en kan gaan doen en zo. Super tof natuurlijk. Ik vind overigens wel dat Rockstar echt heel goed bezig is qua de onderhoud van GTA. He, er komen regelmatig gewoon updates. En ik denk dat menig game developer nog wat daarvan kan leren. Want het is gewoon heel erg belangrijk om natuurlijk elke keer extra updates uit te brengen. Zodat een game gespeeld blijft worden. He, ik denk dat we nog zo'n 3-4 jaar misschien wel moeten wachten op de volgende GTA versie. Dus dit is gewoon echt gewoon super natuurlijk. Dus ik zou zeggen, kijk er eventjes naar. Ja, dat was er weer natuurlijk het game nieuws van vandaag. En aanstaande maandag komt er in ieder geval weer een nieuwe aflevering. Morgen ben ik zelf heel erg druk voor andere dingen voor mijn kanaal. Want onder andere, ik ga morgen naar het DDG-event. En het weekend natuurlijk hebben we de Q&A natuurlijk en andere video's. Dus vergeet niet even deze video te liken. En jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.